Na de inval van de Duitsers raakte huisschilder Leendert Pietersen al snel betrokken bij het verzet, want hij was het absoluut niet eens met de Duitse bezetting. In 1942 werd hij leider van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers in Brezant. Hij woonde eerst in Annapolona en werkte onder meer samen met zijn buurman, Kees Kolijn. Daar weet ik niet zoveel van. Ik weet alleen dat ze elkaar hier dus troffen op deze Eendebrug. Om dus zo min mogelijk op te vallen was dit een verlaten punt. En daar ging het ook om. Ze wilden niet opvallen. In de zomer van 1943 verhuisde Leendert Pietersen met zijn vrouw Cornelia en 4 kinderen naar de Zandvaart 112 in Brezant. Hij had het huis met werkplaats zelf laten bouwen. Bij de voordeur maakte Leendert een opvallend glas in loodraampje met een papegaaitekening. Op de zolder van de werkplaats hebben ze nog onderduikers gehad. Hij was behoorlijk religieus. Zijn rechtvaardigheidsgevoel was voor hem heel belangrijk. Dus de bezetting en de inval van de Duitsers in Nederland, dat kon hij niet verkroppen. Dus dat was een van de redenen voor hem om in het verzet te gaan. Naarmate de oorlog duurde, kwamen daar dus onderduikers bij. Vandaar ook die LO-groep, zeg maar. Om onderduikers, zeg maar, te plaatsen. Want op een gegeven moment zelf thuis was dat niet meer mogelijk. Er kwamen zoveel onderduikers dat ze ook extern plekken moesten zoeken. Hoe minder oma wist van die onderduikers, hoe beter het ook was. Ze heeft ze ook verzorgd als onderduikmoeder. Maar meer wist ze dus niet. Alleen dat gedeelte heeft zij op zich genomen. En qua verzetswerk heeft zij niets. Nee, daar werd ze buiten gehouden door opa. De Duitsers hebben haar ook behoorlijk onder druk gezet. Ja, voor informatie. Ze is echt ontzettend mishandeld ook. Maar de informatie had ze niet, dus ze kon het ook niet vertellen. Maar ze is op een gruwelijke wijze is ze mishandeld. Er werd ook gedreigd door de Duitsers om de kinderen mee te nemen. Dus daarmee werd ze ook nog onder druk gezet. En toen zegt ze, ik weet niks. Ook als jullie mijn kinderen meenemen, ik weet niks. En dus daardoor hebben ze haar daarna met rust gelaten. Verraden door de NSB in de polder werd Leendert Pietersen met 15 andere verzetsmensen gearresteerd door de Sicherheitsdienst op 19 oktober 1943 in Horen. Een van de punten waar wij nu vandaag de dag ook nog steeds mee zitten met dat thema, het NSB'ers. Ze zijn verraden door NSB'ers, dat is onomstotelijk bewezen. En dan vraag je je af, ja, toch in zo'n polder, iedereen zat in een oorlogssituatie, dat er toch mensen, zeg maar, mensen verraden die goed werk deden. De gevolgen waren verschrikkelijk voor hemzelf, zijn vrouw en zijn 4 kinderen. Eerst werd Leendert 4 weken in de Weteringschansgevangenis in Amsterdam hardhandig verhoord. Daarna op transport naar kamp Vught. En vervolgens kwam hij terecht in Duitse concentratiekampen, Sachsenhausen en Buchenwald. Vanuit kamp Buchenwald moest hij met een groep medegevangenen lopend naar kamp Mittelbau-Dora, nabij Nordhausen. In dat kamp waren bestaande mijngangen vergroot en verbouwd tot een ondergrondse fabriek voor de productie van raketten door gevangenen. Door uitputting kon Leendert de mars niet meer volhouden. Hij werd op 4 april 1945 langs de weg door een bewaker met een nekschot doodgeschoten. De mars was op de dag dat de geallieerden de stad Nordhausen plat hebben gebombardeerd. Een week later werd de regio bevrijd door de Amerikanen. Leenderts vrouw Cornelia ontving van het Rode Kruis het overlijdensbericht pas in oktober 1948. En waar die nu ligt, we weten dat niet. Dat weten we niet. Nog steeds niet. En dat is wel een punt waarvan wij zeggen, ja, dat is eigenlijk wel hard voor ons nog steeds vandaag de dag. Niet te weten waar hij begraven ligt. Hey, je wilt toch iets tastbaars hebben en dat is er niet. En je hebt alleen informatie en daar moet je het mee doen. Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is, we weten het alleen via het Rode Kruis dus. Ja. En dat hij, hij is doodgeschoten. Hij is daar langs de spoorlijn. Ja, hebben ze hem gefusilleerd. Ja. Kees Kolijn was bloembollenkweker, getrouwd met Jo Dwarswaard
en actief in het verzet. In 1942 werd hij lid van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers in Brezant. 'S Avonds en op de zaterdag fietste hij regelmatig naar de Wieringermeer en de Waardpolder om betrouwbare onderduikadressen te zoeken. Ook regelde hij distributiebonnen en verspreidde de illegale krant Trouw in de polder. Alles vanuit een bewuste keuze voor vrijheid en gelijkheid van mensen. Nou, we gingen toen daar naar school. Hier aan de overkant. Van de Duitsers en zo, we mochten zo min mogelijk weten wat er allemaal speelde of zo. En dat wisten we ook niet hoor. Ik was 8 jaar dat de oorlog uitbrak, dus... Ik heb er ook niet zo veel van meegemaakt, want het was hier niet zo heel erg... Mijn vader was er nergens bij natuurlijk. Jouw vader was? Nou, we hadden wel onderduiker in huis hoor, dat wel. Tante Jo moest altijd lachen. En ome Kees, wat voor man was dat dan? Nou ja, die heb ik natuurlijk niet zoveel meegemaakt. Want ik was natuurlijk nog jong en toen was hij altijd aan het werk. En ik weet daar eigenlijk niet zoveel van af. Hij was een hele aardige oma. Ja. En toen is hij natuurlijk al heel vroeg ondergedoken of zo, denk ik. Toen was hij bij het verzet. Ja. Want hij is natuurlijk verraden door de Trouwkrant of zo, had hij, hè? Iedere dag dreigde het gevaar te worden verraden door fanatieke NSB'ers uit de buurt. En dat gebeurde. Op 15 maart 1944 werd Kees thuis gearresteerd en meegenomen door 4 Duitse soldaten. NSB'er Michiel Drijfhout uit Annapolona had hem verraden bij de Duitse Sicherheitsdienst. Ome Kees, ja, die heb ik natuurlijk niet zo erg gekend, want die was natuurlijk opgepakt door de Duitsers en die is niet meer teruggekomen. Ik wist wel dat ome Kees opgepakt was. En met nog een paar hier uit Brezant. En hij is niet meer teruggekomen natuurlijk. Nou, tante Jo was natuurlijk maar alleen, ze had geen kinderen. Nou, was wel heel verdrietig hoor. Ja. Want ja, je hoopt toch altijd dat hij weer terugkomt. Via kamp Vught moest hij naar kamp Dachau en tenslotte naar kamp Flossenburg, waar hij op 8 oktober 1944 omkwam bij een bombardement. Kees werd begraven op een Nederlands ereveld in Frankfurt am Main. Begin jaren 40 hadden de broers Jo, Anton en Piet al onderduikers op de boerderij. Dat kon heel goed op het afgelegen bedrijf, waar zomers wel 80 mensen aan het werk waren. In september 1944 kreeg broer Jo het verzoek om 4 leden van de binnenlandse strijdkrachten uit Den Helder te laten onderduiken. En dat niet alleen, de boerderij werd ook gebruikt voor wapenopslag en oefeningen met wapens in een oude koestal. Broer Piet werd de zogeheten kwartiergever. Mijn moeder is in 1938 bij de familie Bergman als dienstmeisje in huis gekomen en ze kreeg verkering met de jongste zoon Piet. Zij is toen toch weer van de boerderij afgegaan, want je mocht natuurlijk niet als 2 geliefden onder 1 dak wonen. En zij is weer terug naar Brabant gegaan en in 1943 zijn ze toch getrouwd en is ze weer op de boerderij gekomen.
Een jaar later is er zoontje Petertje geboren op de boerderij in mei 1944. En Jo, ze was met de jongste broer getrouwd, dus met Piet. Maar ze waren nog maar twee jongens boven Piet. En dat was Anton en Jo. En Jo was een beetje de hotemetoot, de baas. En die had ook connecties met de ondergrondse, ja, de BS, de stoottroepen noemde je dat. Die verleende ze onderdak op de boerderij, zoals met vergaderingen en wapens oefenen. En zo, dat was een hele gevaarlijke situatie. Toen zei Piet Bergman al, die had weinig in te brengen bij zijn oudste broer, dat gaat me mijn kop kosten. Want zijn oudste broer woonde dus niet op de boerderij. Die woonde ergens anders. En dat is achteraf ook zo gebleken, want de boel is verraden. Op 5 februari 1945 vond op initiatief van NSB'er Drijfhout een grote razzia plaats op 5 adressen in de polder. Zo ook bij de broers Bergman. Piet werd hardhandig meegenomen om op 18 februari 1945 te worden gefusilleerd in Zwanenburg. Na enkele dagen is mijn moeder met haar schoonmoeder, oma Bergman, op de fiets naar Amsterdam gegaan, naar de Verbeteringsschans. Met een tas vol met pannenkoeken, met veel eieren, want dat zou Piet kunnen aansterken. En ze kwamen daar aan in Amsterdam en daar zei een gevangenisbewaarder, heel stiekem, een Duitse man, een Duitse jongen zijn. Ze zijn net doodgeschoten in het Duits tegen ze. Dat was het enige officiële bericht wat ze toen gehoord heeft. Door een begrafenisondernemer zijn die mannen opgehaald. Ze zijn in een massagraf terechtgekomen. En die begrafenisondernemer heeft na de oorlog verteld waar dat was. En toen zijn ze weer opgegraven en mijn moeder moest identificeren. Ik meen dat ze aan een stukje van zijn shirt of wat, weet ik wat hij aan had. Maar in ieder geval, dat gebeurde in Haarlem. En toen is hij dus in de Overveen, op de erebegraafplaats, is die begraven met de andere jongens. Ze liggen daar met z'n 11 bij elkaar. De 26-jarige kleermaker Michiel Drijfhout woonde aan de Molenvaart 56 in Anna Paulowna, bij zijn ouders die anti-NSB waren. Dat was voor Michiel wel anders. Hij onderhield nauwe contacten met de NSB. Hij verspreidde nationaal-socialistische lectuur en was lid van de WA. Na onderzoek kwam men erachter dat Drijfhout verantwoordelijk was geweest voor het verraad van de broers Bergman en de razzia. Op 31 maart 1945 stonden twee leden van de westelijke sabotagegroep voor de deur bij de familie Drijfhout. Toen een pistool op Michiel werd gericht, sprong moeder Helena voor haar zoon om hem te beschermen. Met als gevolg dat zij dodelijk werd geraakt door een kogel en haar zoon alsnog werd geliquideerd. Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren we de bevrijding. In de Anna Paulownapolder gebeurde dat al in september 1945. 3 dagen bevrijdingsfeesten, in de dorpen met kerkdiensten, openluchtspelen, optochten, dansavonden en vuurwerk in Kleine Sluis en Brezant. Ook werd er al een voorlopig oorlogsmonument onthuld op 11 september 1945 in Kleine Sluis. Jan Pietersen, zoon van Leendert Pietersen, werd voorzitter van het 4 mei-comité in 1958. Toen werd er natuurstenen plaquette onthuld op de muur van het gemeentehuis in Anna Paulowna.
In dankbare herinnering voor 3 omgekomen, moedige mannen uit de polder in het verzet tegen de vijand. Aan de ene kant heb je natuurlijk dat we niet weten waar die ligt. Aan de andere kant heb je een dubbel gevoel. Eigenlijk hebben we hem ook nooit gekend, oma ook niet. He, dus wat dat er gaat, het zijn herinneringen. Van de verhalen. Van de verhalen, ja, van vader, ja. Jan. Ik heb wat dat er gaat iets meer informatie gekregen als Marioke. Omdat wij visten regelmatig hier in de Zandvaart. En op een gegeven moment, op een leeftijd van zeg maar lagere school, begin middelbare school, probeerde ik toch wat informatie los te krijgen van hem. Bij mij werd toch de nieuwsgierigheid werd toch steeds groter over het verleden van opa Leendert. Dus ja, dan ga je vragen. En ik kreeg maar heel weinig antwoorden. Hij zegt, over de oorlog moet je niet praten, dit is geweest, dat is voorbij. Maar af en toe kwam er wel eens iets boven en die informatie die ik dus nu aan jullie vertel, heb ik zeg maar ook direct via hem verkregen. Maar het was echt stukje bij beetje. En hij wilde er niet over praten. En als hij zeg maar hier Duitsers trof in de gemeente, die vroegen naar de weg bijvoorbeeld, dan werd hij kwaad en dan liep hij weg. En dat begreep ik niet. Ik zeg, ja, dat zijn ook mensen. Waarom praat je niet met die mensen? De oorlog is voorbij. En dus voor mij was het eigenlijk, een oorlog is voorbij en dan ga je weer verder. Maar voor hem was dat niet zo. En die herinnering was zo sterk. En daar had ik zeg maar destijds niet zo begrip voor. En wat ik nu wel begrijp. We willen de verhalen over hen blijven vertellen. Blijven nadenken over de onvrijheid in de jaren 40-45. Het verraad door NSB'ers. En de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht. Jongens en meisjes van groep 8, we gaan het hebben over 4 en 5 mei. Weten jullie waar 4 en 5 mei voor staat? Bevrijdingsdag. Ja, bevrijdingsdag en herdenkingsdag. En wat vieren we dan met bevrijdingsdag? Wie weet dat? De oorlog is gestopt, heel goed, ja? De vrijheid, heel goed. Wij vieren eigenlijk dat de oorlog is gestopt en dat is wel heel belangrijk. Noah? Niet overal is de oorlog gestopt. Wij mogen het vieren dat de Tweede Wereldoorlog is gestopt. En dat vieren wij door eigenlijk te zeggen, we zijn op die dag bevrijd. Maar bijvoorbeeld in andere landen is de oorlog nog steeds bezig, ja. Als ik zeg vrijheid, wat denk je dan? Aan Oekraïne dat het nu niet heeft. Ah. Mensen, kinderen die blij zijn, ja. Omdat ze vrij zijn, niet in de oorlog leven. Ja, ja. We zien dat vrijheid eigenlijk heel belangrijk is, hè? Want eigenlijk wij in Nederland, wij leven best wel in vrijheid. Ja. Ja. Maar in andere landen is er sowieso ook nog heel veel onrecht, zoals het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, klopt. En klopt. Tussen een lichte en een donkere huid. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Ja, een beetje gek, want iedereen is toch gewoon een mens. Ja, we zijn allemaal gelijk, hè? Mm-hmm. Ja, is ook zo. Goed, ieder jaar wordt natuurlijk 4 mei gevierd. Mm-hmm. Herdacht, moet ik zeggen. Wat weten jullie van 4 mei? Dan worden alle mensen die zijn gesneuveld bij de oorlog herdacht, ja. Bij elke oorlog. Ja. Met een minuut stilte, toch? Wat zeg je? Met een minuut stilte ook, toch? Ja, ja, dat klopt. Ik hoorde net al, dan hebben we een herdenkingsdag. Wat herdenken we dan? Overleden mensen. Ja, en niet zomaar mensen die zijn overleden, hè? De mensen die in de oorlog hebben gestreden voor ons. Ja, eigenlijk de mensen die voor ons ervoor hebben gezorgd. Dat wij hier nu in de klas zitten en dat we eigenlijk vrij zijn. Want het is niet vanzelfsprekend, hè? Zoals we al zeiden, in andere landen is dat niet. Maar die mensen hebben echt, nou ja, gevochten voor de vrijheid die wij nu hebben. Dat wij lekker naar school kunnen gaan en dat we naar de supermarkt en van alles kunnen kopen. En nou ja, dat je buiten kan spelen zonder dat er angst is. Wat wordt er nog meer verteld zo rond de 4 mei herdenking? Dan denk ik dat er best wel wat meer over gesproken wordt. In de klas? In de klas krijgen we er niet heel veel van mee. Nee. Dus het zou wel wat meer mogen zijn op school. Ja, ja.
Je vertelde net dat er een meisje uit Oekraïne bij jullie in de klas heeft gezeten. Vertel er eens wat over. Hoe is ze bij jullie terechtgekomen? Hoe is het gegaan? Ja, nadat er bekend werd gemaakt dat er oorlog was in Oekraïne, kwamen er natuurlijk heel veel mensen hierheen. Dus ja. Toen hadden we ook een meisje bij ons op school. En er was eigenlijk bijna geen werk voor, dus ze moest maar de hele tijd gaan tekenen of puzzels maken. Okay. Maar het was alsnog wel gezellig met haar. En je had wel wat contact met haar? Ja, we hadden een soort van kaart. Ja. Er stond in het Oekraïens stond er wat met een plaatje erboven en dan onder het Nederlands. En dan konden we zo communiceren, ook aan te wijzen. Okay. Mm-hmm. Ja, zo zie je hoe vrijheid dan eigenlijk ontzettend belangrijk is, hè? Ja. Mm-hmm. Want nu voelde ze zich vast ook heel eenzaam. Dat denk ik ook. Ja, gelukkig had ze een zusje, maar anders had ze bijna niemand waar ze mee kon praten. Ze zat ook wel eens bij haar zusje, ging ze naar haar klas toe. Ja. Maar ja, net wat je zegt, dat de eenzaamheid best wel bij haar aanwezig was, dat geloof ik ook wel hoor. De Tweede Wereldoorlog, dat spreekt jullie aan. Ik merk altijd dat jullie het een heel interessant onderwerp vinden. Kinderen vragen in groep 8 ook altijd, wanneer komt nou de Tweede Wereldoorlog? Want, jullie herkennen het vaak van verhalen van opa en oma. Het staat toch best wel dichtbij jullie, hè? Jullie hebben er veel van gehoord. Het is heel interessant en toch ook soms nog wel eens een beetje eng. Want ja, twee landen verderop is wel nog oorlog. En wij merken daar eigenlijk, soms een klein beetje. Maar niet dat wij echt niet meer buiten kunnen spelen of andere dingen niet meer kunnen doen. Maar zijn jullie ook bekend dat er dan met 4 mei de dodenherdenking, dan is er een verzamelplaats dat we dan met elkaar naar de gedenkplaat, ik wil hier net een foto van laten zien, dan lopen we dan met z'n allen naartoe. En dan is er een 2 minuten stilte. Voor mij is het altijd best wel een heel beladen iets. Ik denk dan absoluut aan mijn opa, opa Pietersen. Ik denk aan mijn vader, want die heeft ook actief toch meegewerkt aan het verzet. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. En het is altijd zo heel bijzonder met die 2 minuten stilte. Dan gaat er altijd wel een duif koeren. Het is altijd blad en blad stil. En er hangt eigenlijk ook altijd wel een heel geladen sfeer. En als dan het Wilhelmus gespeeld wordt, ik krijg er altijd een brok van in mijn keel. Ik ook. Ja.